Maar in de ring moet je gewoon hard zijn. Het is gewoon, het is hij of het is jij. Nou ja, als je dan gewonnen hebt, dan geeft dat echt een voldaan gevoel. Voor mij is nu boksen eigenlijk het enige wat ik doe. Is trainen, rusten, trainen, rusten, trainen, eten. Dus het voelt goed om gewoon fulltime in sport bezig te kunnen zijn. En je merkt ook dat je beter wordt, conditioneel sterker, fysiek sterker. Bokstechnisch beter, dus het voelt goed. Ik weet wel wie het zijn, zeg maar. Ze hebben ook op dezelfde toernooi als ik gebokst. Laatste vorig jaar WK in Qatar hebben ze ook allemaal gebokst. Dus ik weet wel wie het zijn, maar ik kijk er niet te veel naar. Vooral naar mezelf kijken, wat kan ik zelf verbeteren. Vooral naar mijn eigen kijken. Ja, het komt wel steeds dichterbij natuurlijk. Het moment waarvoor we al de tijd getraind hebben. Maar druk. Ik probeer gewoon mezelf te zijn. Ik heb hard getraind en ga uit van mijn eigen kracht. Ik voel geen druk, zeg maar. Ik ga ontspannen erheen, ik doe mijn ding. Meer kan ik eigenlijk niet doen. Ik luister vooral naar de coach, wat hun opgeeft, wat het strijdplan is tegen hun. En niet te veel aan je tegenstanders denken. Angst kan echt een zwakte zijn, het is eigenlijk geen angst. Als je hard getraind hebt, je bent fit, je bent fysiek sterk, dan moet je uitgaan van je eigen kracht. En ik geloof heel erg in het mentale aspect. Het kan nog zo goed zijn als je niet in jezelf gelooft, dan ga je die wedstrijd niet winnen. Dus het maakt niet uit tegen wie je bokst, in jezelf geloven. En als je hard getraind hebt, eigenlijk is alles mogelijk. Zolang je er maar hard voor werkt, goed je rust pakt, dan is eigenlijk alles mogelijk.